Dag Koen. Dag Amaryllis. Welkom bij Trendies. Je bent helemaal vanuit Wichelderzanden gekomen, klopt hè? Om je... Dat klopt. Zover is het zo niet. Zover is het met niet, hè? Met de opleiding in Herentals nu wel. Maar goed, het blijft nog altijd te campen. Ja, klopt. Proficiat met je nieuwste boek, Dank Mist. Je wel. Het is uit een reeks, hè? Je hebt eigenlijk, dat is het vierde boek uit eenzelfde reeks. Dus al de verhalen draaien eigenlijk rond een heel speciaal team van de federale politie, het FAST-team. Mm-hmm. En wat doen die mensen? Die gaan op zoek naar ontsnapte gevangenen, ontsnapte zware criminelen. En die mensen die hebben heel veel werk, want toen ik op weg was naar hier, hoorde ik nog op de radio zeggen dat er in België 3 maal meer ontsnappingen zijn dan in de rest van Europa. Is dat zo? Hey. Dus ze hebben heel veel te doen. En dus heb jij ook veel te doen? Er zijn heel veel verhaallijnen mogelijk, zeker en vast. Ja, klopt. En waarover gaat dit specifiek, dit verhaal? Wel, dit is ook gebaseerd op een bestaand dossier, want ik ga altijd uit van bestaande dossiers die ik dan aanpas. En een aantal jaar geleden is er een dokter geweest en die had een spectaculair vermageringsmiddel op de markt gebracht. Maar het had wel als vervelend bijverschijnsel dat de mensen daarvan dood gingen. Of, dat is inderdaad heel vervelend. Er zijn dus inderdaad heel wat slachtoffers gevallen. Er zijn ook vooral vrouwen dan die nu nog voor de rest van hun leven aan de kunstnier liggen. Oh. En die is dus veroordeeld, maar die is tijdig er vandoor kunnen gaan. En die heeft eigenlijk de rest van zijn leven, want hij is ondertussen gestorven een paar jaar geleden, heeft hij in de Dominicaanse Republiek op een exotisch strand doorgebracht. En ik weet dat dat de mensen van het FAST is verschrikkelijk ergert. Ja. Want ze kunnen er niet bij. Dat zijn ze landen, weten waar dat zijn is, dus maar... landen waar België geen uitleveringsverdrag mee heeft. En dan gaan ze dus van alle creatieve dingen proberen om die toe te passen, lokken. Om die naar hier te lokken. Nu, in dit specifieke geval was het eigenlijk wel heel tragisch, omdat die dokter, zijn vrouw en zijn zoontje woonden nog wel in België. En dat zoontje is op een bepaald moment, op 10-jarige leeftijd, verongelukt. Oh. Het FAST zat toen ook in de kerk bij de begrafenis en hij is toen niet gekomen, hij is toen niet kunnen overkomen, omdat hij waarschijnlijk wel verwachtte... Ja, dat ze hem zouden oppakken. Maar dat zijn zo van die dingen die dan... Het is een erge misdadiger, het is een crimineel, maar aan de andere kant zeg je dan, goh, dat moet toch ook wel pijn doen, het is toch ook een mens, het is toch ook een vader. Mm-hmm. En ja, die kan er nu niet bij zijn. Dus, is zelfs, het daarover dat je dan het verhaal maakt, rond heel die familiale Ja, ik heb het uitgangspunt van die vermageringspillen genomen, ook die vlucht naar de Dominicaanse Republiek. Met het zoontje, dat is anders uitgedraaid. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat de dingen die erin staan, dat die allemaal kloppen. Ja. Ik besteed minstens zoveel aandacht aan research voor die boeken dan het schrijven daarvan. Want je wordt voor de research ook nog eens geholpen door politie, hè? Door de mensen van het FAST zelf. Die lezen alles nog eens na om te zien. Die lezen alles nog. Op die dag dat wordt nagelezen, dat zijn alle criminelen, ontsnapte criminelen in België, die zijn veilig. Want dan zitten ze allemaal een hele dag rond de tafel. En dan wordt er gewoon met de fijne kam nog eens doorgegaan. En dat kan dan gaande van procedures die ik verkeerd gebruikt heb. Of in een pistool een kogel te weinig of te veel, dus zo van die dingen. En hoe komt dat eigenlijk, Koen, dat jij daar zo gefascineerd door bent? Wat heeft jou aangespoord om zo'n boek te schrijven? Want het zijn niet alleen boeken, het zijn ook scenario's voor ik kom eigenlijk uit de scenario-wereld. Ja. En oorspronkelijk was het eigenlijk ook bedoeld als een fictiereeks voor VRT, maar dat is om allerlei redenen niet doorgegaan. Maar ik had er wel heel veel werk in gestoken. Ik had er ook niks mee verdiend, want zo gaat dat nu eenmaal. Voordat er iets op papier staat, gebeurt er niks mee. Maar en dan lag daar. Dus... En op een bepaald moment dacht ik, waarom maak ik daar geen boek van? Mm-hmm. En wat ik probeer te doen, is ook de criminelen die ontsnappen, die worden gevolgd. En ik probeer daar ook mensen van vlees en bloed van te maken. Ik bedoel, het zijn niet echt de slechteriken tegen de goeie. Daar zitten ook nuances in. Maar aan de andere kant is dat team, het FAST-team, die zijn begonnen met 4 of 5 mensen. En die hebben echt hun bestaansrecht moeten bewijzen. Dus
Het was zo, ja, dat maakte het nog extra aanlokkelijk. Het was een soort underdog team. Ja. Dus, je had een missie om die mensen ja, ook meer... Ja, en ik ben van op een afstand, laten we zeggen, hè, en gelukkig niet in werkelijkheid tot hiertoe, maar ja. Ben ook wel gefascineerd door ja, misdaad. Hè. Wat drijft mensen daartoe? Wat beweegt mensen om gruwelijke dingen te doen? En dan staat er natuurlijk tegenover... en ik dacht dat ik dan maar één boek zou kunnen volhouden. De kritiek op justitie. Dat is ook een aanleiding voor jou Dat is eigenlijk de grote aanleiding geweest. De heersende straffeloosheid die er is. En of je nu voor of tegen gevangenissen bent, er is nog altijd zoiets, een gevoel dat, denk ik bij slachtoffers van misdaden, een dader die niet gestraft wordt, dat doet een tweede keer pijn. Mm-hmm. En, voor de slachtoffers. Ja. Hè. En ik dacht, oké, één boek ga ik er wel genoeg mee hebben om justitie eens te tonen zoals ze eigenlijk bij zijn luwe nemen. Maar het wordt ieder jaar maar erger. Ja. Dus ik kan er ook nog wel een tijdje mee voort. Ja. Ja. Dus dat is niet het laatste boek uit die reeks? Nee, het volgende ben ik mee bezig. Is al volledig afgewerkt in je hoofd? Grotendeels, maar de research moet nog komen. Eerst komt het denkwerk en ik ontwerp dat zoals ik een scenario maak, mm-hmm. met een soort synopsis. Ja. Dus dat ik voor geen verrassingen meer sta. En dan ga ik zoveel mogelijk met politiemannen op stap. Niet uit de boeken, maar gewoon meevolgen wat die mensen doen. Mm-hmm. En dan kom je details te weten die echt niet in boeken staan, die je uit boeken niet kunt halen. Dus je maakt het eigenlijk allemaal in levende lijven mee en dan schrijf je het op? Ik probeer dat, ja. Ik denk dat jij al een boeiend leven hebt gehad. Aan de rand van de criminaliteit, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat gaat inderdaad soms ver. Maar en kan je daarvan al iets zeggen van het vervolg, waar dat juist gaat over gaan? Nee, ik kan één ding zeggen. Volgend jaar zal het, als ik het goed heb, 20 jaar geleden zijn, denk ik, dat bij ons in de buurt Karel van Oppen werd vermoord. Mm-hmm. En het gaat in alle geval iets worden, daarom niet over Karel van Oppen, maar iets rond de hormonenmafia. En de boeken, ik loop ook 10 jaar achter met mijn boeken, dus het is ook een stap terug in de tijd. Ja. Maar het gaat daar in ieder geval iets mee te maken hebben. Okay. Ja. Goed. Koen Vermeijren, heel erg bedankt om langs te komen. Graag gedaan. Ik wens jou heel veel succes met het boek. Dank je wel. Want het ligt waarschijnlijk overal al in de boekwinkels. Het zou normaal overal in de boekhandel moeten liggen. Of internet. Ja, ideaal geschenk voor Moederdag en voor Vaderdag. En voor alle speciale dagen die nog komen. Dank je wel, Koen. Graag gedaan.